Mijn naam is Jeroen van Glabbeek. Ik ben directeur en oprichter van het bedrijf CM Groep in Breda. Nou, CM houdt zich bezig met het versturen van mobiele berichtjes en het afhandelen van mobiele betalingjes. Zo sturen berichtjes voor allerlei bedrijven, zoals de overheid, voor de politie, voor marketingbedrijven, postorderbedrijven. En handelen ook kleine mobiele betalingjes af, van de postzegel tot de televisiestations, waar je kunt stemmen per sms. In 2005 hebben we voor het eerst meegedaan aan de Fast 50. Inmiddels hebben we al 7 keer hebben we erin gestaan, dus van 2005 tot en met 2012. We hopen in 2013 voor de 8e keer in te staan. En we niet alleen in de Fast 50 in Nederland, maar ook in de, automatisch ook in de Fast 500 van Europa. Na 8 jaar Fast 50 heeft een hoop opgeleverd. We hebben veel mensen leren kennen, andere ondernemers, maar ook mensen binnen Deloitte. We hebben ook al publiciteit mee gehad. Ja, managementteam bijvoorbeeld schrijft er elk jaar een stukje over. En verder internationaal is het ook heel leuk met de Fast 500. Dat is wel iets wat wereldwijd ook wel bekend is. En als je kan zeggen dat je daarin staat, dat helpt ook heel erg goed met het internationaal zaken doen. Een voorbeeld daarvan is TDY. Dat is een bedrijf dat ook heel lang al meedoet met tweedehands.be. We kwamen elkaar elk jaar tegen bij de Fast 50. En uiteindelijk zijn we dan bijvoorbeeld betalingen gaan afgehandelen voor tweedehands in België. En dat is toch ontstaan op de Fast 50, die business. Nou, inmiddels werken we bij CM met 115 mensen. De meeste van die mensen zijn allemaal heel technisch, hoog opgeleid, analytisch heel sterk. Maar we moeten ook creatief blijven, innovatief. En om dat te stimuleren moet je eigenlijk alle twee de hersenhelften gebruiken. En zo hebben we dus 7 woorden die bij die andere hersenhelft horen, hebben we hier opgeplakt aan de muur. Dat helpt bedrijven ook om creatief en innovatief te blijven. En we hebben ons bedrijf steeds moeten veranderen en aanpassen. Er komt geen innovatie bij kijken, want naast sms hebben we push notifications gaan doen voor apps. Dus we hebben steeds ons product moeten innoveren eigenlijk. En dat is niet altijd even makkelijk, want de meeste innovaties gaan eigenlijk missen. Binnen ons bedrijf, maar eigenlijk in heel de wereld. En pas soms in enkele gevallen lukt het. En dan heb je net iets waar business mee te maken is, wat je technisch kan doen, wat je klant ook wil kopen en wat je mensen ook kunnen verkopen. En dat is altijd leuk als dat echt lukt. Door de jaren heen hebben we met Deloitte de relatie ook veel gegroeid. Zo is ook een cybersecurity afdeling binnen Deloitte waar we veel mee spreken. Wij sturen heel veel sms'jes met wachtwoorden erin om inloggen veiliger te maken. Nou, daar sparren we dan over met Deloitte van of dat ook interessant is voor de klant en de problemen die zij zien. En zo leer je van elkaar ook en kun je elkaar ook helpen. Ik heb 2 gouden tips voor ondernemers die in de Fast 50 willen komen en blijven. 1 is zorgen dat je continu blijft verbeteren. Dus ook al heb je de prijs gewonnen, de volgende dag moet het toch weer alles beter in je bedrijf. En de 2e gouden tip is, zorg dat het leuk is, zorg dat je het zelf naar je zin hebt, dat al je collega's naar hun zin hebben. Want als je het leuk vindt wat je doet, dan ga je ook beter presteren en dan blijf je in de Fast 50.